I'm glitching like a woep woep workaround, woep woep workaround. Ik zeg yo vriendjes en vriendinnetjes. Welkom terug bij Daddy Cool en Mama Cool. Ja, want dit is dan weer een mega snelle duplicatieglitch waarbij je een vriend nodig hebt en die jou gaat helpen. Wat heeft degene die gaat dupliceren nodig? Faggio's. Zoveel mogelijk Faggio's opgeslagen in een garage en niet in de motorclubhuis. Overal behalve de motorclubhuis. En hij heeft of een casino penthouse voor deze glitch nodig, of een arena. Dus de dupe, degene daddy, die kan dus of de arena of de casino gebruiken. Wat heeft Mama Cool nodig? Mama Cool die heeft een casino penthouse nodig en een high-end penthouse apartment in de Eclipse. Ja, high-end penthouse apartment Eclipse. Dus naast de casino ook een Eclipse penthouse. Nou, dat heeft dus degene die jou gaat helpen. Mama Cool heeft dat nodig. En mama heeft een vriendensessie aangemaakt. Dat is belangrijk voor deze glitch. Maak een vriendensessie aan. En haar spawn location, en je zag het, stond op de garage van de Eclipse penthouse. Dat is echt heel belangrijk. Ik vertel vaak onzinnige dingen. Dat je een kersttrui aan moet of een hartje zonder broek. Maar dit is echt belangrijk. Spawn location moet staan op de Eclipse penthouse garage. En dan gaan we naar boven met de lift. En dan gaan we hier naartoe. Wat heeft mama nog meer nodig? Ze heeft een heist gestart en zit in de setups. Hoe kan je dat testen of je in de setup zit of in die finale? Klik een keertje op rechts. Ga je dan vervolgens je heistboard in? Zit je nog in de setups? Gaat er een animatie starten? Dan zit je of helemaal aan het begin of dan zit je helemaal aan het einde. En dan gaat deze glitch niet werken. Je moet dus in de setups zitten. Je ziet, er is weer een patch geweest. Hè. We kunnen dus nu hier zo in de kamer van de heist kunnen we dus niet meer de apartmentstijl zien. Wat gaan we nu doen? Nu gaan we op deze manier voor de deur staan. Zodat we nog wel linksboven de optie hebben om op rechts te klikken, maar dat we al vlak bij de deur staan. Oké, heb je dat gedaan? Open je je options menu en dan ga je naar Criminal Enterprise Starter Pack. Die klikken we alvast één keer aan. En nee, het maakt niet uit of je Criminal Enterprise Starter Pack gekocht hebt of niet voor deze glitch. Je klikt hem even één keer aan en je gaat weer terug dat je weer in de options menu zit. Nu ga je op dit moment je options button ingedrukt houden. Dus options button hou je ingedrukt en je klikt ook al, en die hou je ook ingedrukt, Criminal Enterprise Starter Pack aan. Wat ga je nu doen? Dan laat je Criminal Enterprise Starter Pack en vlak daarna, echt een fractie daarna, hou je options menu laat je ook los. Dus bijna tegelijkertijd, maar je Criminal Enterprise Starter Pack ietsje eerder loslaten. Als het goed is, kan je nu je interactiemenu openen. Kan je die openen? Dan kan je op rondje klikken om je interactiemenu te sluiten. En nu klikken we op het rechte pijltje. Let op een muis. Rechte pijltje. En we klikken op rechts. En we zien dat het pijltje naar rechts klikt naar Purchase. We zien rechts onderin trouwens ook dat onze highsport options er nu onder zitten. Dus nu kunnen we Criminal Enterprise Starter Pack sluiten. En dat doen we door middel van driehoekje op de PlayStation of de Y-button op de Xbox. Dan zit je hier weer in de highsport. Dan kan je nogmaals je interactiemenu openen. Kan je niet je interactiemenu openen, zou je de sessie moeten verlaten, opnieuw terugkomen, het hele dingetje nog een keer opnieuw doen. Spawnen in de garage en dat soort dingen. Wat gaan we nu doen? We gaan nu naar voren lopen en dat doen we met de linker joystick. Dus de linker joystick die drukken we naar voren, zodat we uit de heistroom lopen en dat zal ik laten horen. Nou, dat hoorde je. Vervolgens kunnen we weer onze interactiemenu opnieuw openen. En nu hebben we de mogelijkheid om de apartment style te previewen. Kijk maar, nu kunnen we het. En wat gaan we doen? We gaan apartment styles gaan we previewen en dan krijg je als het goed is een zwart scherm. Dus doe maar even op preview klikken. We kopen niks, maar we doen alleen een preview. Op een gegeven moment krijg je een soort zwart beeld en dan, ja, nu verdwijnen mijn interactiemenu. En dan zie ik rechts onderin, zie ik buy of back. En als ik op dat moment op back klik, dan is het gelukt. Dan is deze glitch gelukt, want dan sta ik dus hier in mijn apartment room zonder minimap. En dat is wat je wilt creëren. Je wilt zonder minimap in je apartment komen. Het kan zijn dat je soms meerdere stijlen moet previewen voordat je het pas voor elkaar krijgt. Of dat je misschien op een gegeven moment helemaal geen zwarte schermen meer krijgt. Nou, dan ga je gewoon back. En dan, als het goed is, is het gelukt. Dan heb je dus geen minimap meer.
Nou, dan zijn we weer daar waar we altijd geweest zijn. Ja, kan ik heel moeilijk gaan lopen doen en de hele video opnieuw gaan opnemen. Of ik maak gewoon even gebruik van de originele video. Ja, en dat leek mij de allerbeste optie. Ja, want Daddy is weer aan beurt en Daddy staat hier bij de casino. Ja, hier zo. Want mama cool moet zo dadelijk naar de casino toe. En wat gaat Daddy doen? Die gaat een job starten. Hit the Apex. En omdat we in een vriendensessie zitten, kan mama cool ons gewoon joinen. Dus daarom zitten wij in een vriendensessie. En dan kan zij gewoon, weet ik veel, naar de vriendentab of de console of de party of ja, weet ik het hoe jullie dat allemaal doen op de Xbox. Wij kunnen gewoon zo op join sessie klikken op de PlayStation. Nou, daar gaan we weer. Vervolgens als die jou aan het joinen is, dan gaan wij naar confirm settings en dan gaan we de vriend, ja, het is niet aardig, maar we gaan de vriend kicken. Dus oké. Ga vervolgens naar player info, hier zo, view player info. En dan kicken we mama cool. Daar krijg ik ruzie mee, hoor. Maar ja, maakt niet uit. We hebben het verdreven erover. En kick. Hoppakee. Nou, hier. Wegwezen. Oké, mama cool is gekickt. Wij kunnen uit de job op dit moment. Oké. Als wij uit de job zijn, dan zal het blijken dat mama cool hier ook staat. Beneden. Hier zo. Is gekickt uit de job. En die staat vervolgens hier zo in de jobcirkel. Prima. Wat gaat zij doen? Zij gaat nu naar het casino. Het is een beetje glitchy voor haar. Ze kan niet hard lopen, maar ze kan wel lopen. Dus ze loopt even rustig zo naar de casino. Ze loopt naar binnen. En dan gaat ze hier naar de guest service. Ze gaat hier naar Tom toe. Tom is de manager van de guest service. Daar klikt ze vervolgens op rechts. En dan gaat ze naar de valet service. Dat is een gratis service om een auto uit je garage te halen. Ja, je hebt voor deze glitch een casino penthouse garage nodig. Ze selecteert een auto en op dit moment zal haar beeld eeuwigdurend zwart worden. Ja, we moeten mama weer helpen. We moeten weer iets voor haar doen. We gaan wederom die race opstarten. Hit de Apex hier zo bij het casino gedeelte. Dus we starten nogmaals de job Hit de Apex. En daarom zitten wij in de vriendensessie. Want nu kan mama cool ons zo dadelijk joinen op het moment dat wij in die joblobby zitten. Oké, mama, je kan me weer joinen. Ze gaat naar de console en ze klikt weer op mijn naam, join sessie. En vervolgens zal zij mij in de race joinen. Althans, zo lijkt het. Het gekke is, mama joint uiteindelijk niet. Ze blijft een beetje hangen. Zij komt uiteindelijk bij mij wel in de job terecht, maar ze zal vervolgens onzichtbaar hier in deze blauwe jobcirkel staan. Oké, jij kan vervolgens de job uitgaan. Jouw klus is geklaard voor nu eventjes. En wat je nu moet doen is haar nog één keer helpen. We gaan, voor de derde keer deze job opstarten. We gaan nogmaals deze job opstarten van Hit the Apex. Hierzo, daar gaan we weer. Oké, hier gaat hij. Hit the Apex, dit is de derde keer dat we de job starten. Het is, we zijn nu al 8 minuten onderweg en we hebben nog geen auto gedupliceerd. Jullie zullen wel denken, ja, mega fast, super fast duplication glitch. Aan mijn hoela. Het is echt waar, gasten. Alleen dit, de setup, duurt heel even. Oké, zit jij in de job? Dan kan de vriend jou joinen, wederom door de party heen of door de console of de players name tag of hoe jullie dat doen. En als zij in dit zwarte scherm zit om mij te joinen, gaan wij uit de job. Oké? Dus nu ga jij uit de job, zodat mama zo dadelijk mij ons wel kan joinen. Even kijken. Zo. Wij zijn helemaal uit de job. Je zegt tegen de vriend dat je uit de job bent. En vervolgens kan ze de melding accepteren. En dan krijgt ze een foutmelding. Unable to connect to the session. Prima. Dat is precies wat we zoeken voor deze glitch. En dan komt ze terug uit de glitch. En nu is ze unfrozen. Kan ze weer lopen. Gewoon weer lopen. Ze is weer zichtbaar. Ze kan weer lopen. Ze kan me weer kusjes geven. En alles wat mama zo goed in is. Dankjewel, schat. Oké, de vriend is nu glitched out. Deze stappen hoeven we niet meer te halen. Oké, 9 minuten. Een behoorlijke setup. Maar ja, goed. Oké, wat gaan we nu doen? De volgende stap. We gaan onze Mobile Operations Center aanvragen. En die willen wij hier achter ons hebben. Hier zo vlakbij het casino. Maar je zou deze glitch ook bij de arena kunnen doen. Dan moet je nu op dit moment even naar de arena. Vervolgens registreren wij ons als motorclub president. Dat is belangrijk. Je moet je als motorclub president kunnen registreren. Rij je MOC een beetje zo dat de blauwe cirkel achteraan zichtbaar is. Hè? We zetten hem altijd daar een beetje op die plek neer. Ik heb een gratis Elgi achter in mijn MOC. Maar welke auto ook achter in je MOC staat, het maakt geen drol uit. Je gaat deze auto niet verliezen. Ik herhaal, niet verliezen. Maar ja, twijfel je erover, neem je gewoon de gratis Elgi. Ja, prima.
Oké, ben je uit de MOC gereden? Dan vraag je of de vriend even in deze auto komt zitten en even een klein stukje bij je vandaan rijdt. Oké, de vriend is op dit moment glitstout. En de grap is, op het moment dat wij zo dadelijk de vriend een beetje bij ons vandaan is, dan gaan we via de motorclub gaan we een Fergio aanvragen. Normaal gesproken kan dat dus niet, hè? Dan wordt de vriend dus uit je auto gekikt omdat hij in jouw persoonlijke voertuig zit. Maar omdat Mama Cool op dit moment glitstout is, kan dat wel degelijk. Je ziet het, ze is niet ver bij me vandaan, een klein stukje, maar ver genoeg. Ik ga vervolgens naar Motorclub President en ik ga een Fergio aanvragen. Ik vraag een Fergio aan en die zal niet op de map verschijnen. Hij verschijnt er gewoon niet. Maar de vriend wordt ook niet uit de auto gekikt. Perfect, dit is wat je wilt. Deze Fergio die we nu hebben opgevraagd, het kenteken van die Fergio, gaan wij zo dadelijk overnemen op onze auto. We gaan naar de Casino Penthouse Garage. Niet naar de gewone garage, maar naar de Penthouse Garage. Daarom heb je voor deze glitch ook een penthouse nodig. Nogmaals, ik doe het hier bij de casino, maar je zou dit stukje, dus waar je nu gaat dupliceren, zou je ook bij de arena kunnen uitvoeren. Vervolgens ga je in je auto zitten. Dit is de auto die we gaan dupliceren. Gebruik voor auto's die je wilt dupliceren. Auto's met veel upgrades, hoe meer die waard is. Arena upgradable auto's hebben meer upgrades als andere auto's. Gaan daarom ook het meeste geld opleveren. Oké, ik zal even je laten zien. Mama Cool, die is op het moment die is weer teruggereden en die gaat zo dadelijk uit de auto stappen. Op het moment dat zij uit de auto stapt, dan zie je, verdwijnt die auto en verandert bij mij het kenteken achter op mijn auto. Dit is nu de duplicatie. Oké, zet deze auto achterin je MOC en dan is die opgeslagen. Er stond een gratis LG in. Die drukt hij nu eigenlijk weg naar de plek waar die Fergio vandaan kwam. Dat is eigenlijk de plek waar zo dadelijk de LG te vinden is. Maar dat laat ik jullie zo meteen nog wel eventjes rustig zien. We gaan met deze duplicatie gaan we verder dupliceren. Dus we rijden deze eruit. Dit is de auto waar Mama Cool nu dadelijk in gaat stappen. En die gaat ze bij me wegrijden. Oké, mama? Take it away, schat. Ja, ze is niet heel snel vandaag, maar daar rustig aan, joh. Normaal gesproken, als je deze glitch een beetje met elkaar afstemt, dan zou je dit ongeveer binnen een minuut moeten kunnen doen. Ongeveer binnen een minuut moet je dit kunnen doen. Nou, misschien duurt het bij sommigen duurt het iets langer, bij sommigen gaat het misschien iets sneller. Sommige YouTubers zeggen wel 30 seconden of 40 seconden. Ja, fuck it, echt niet. Nee, hou het op een minuut. Maar ja, iedere minuut is ook wat, hè? Oké, we vragen weer een Fergiootje aan. Mama Cool is weggereden. We vragen een Fergiootje aan. Verschijnt niet op de map. En we lopen weer onze Casino Penthouse garage in. En dan gaan we weer naar die auto. De auto die we gaan dupliceren. En die rijden we dan vervolgens weer naar buiten. Het is eigenlijk een herhaling van stappen op dit moment. En als je die stappen een beetje door hebt, dan kan je eigenlijk ieder minuut gewoon een auto dupliceren. Dus je rijdt deze auto naar buiten. Mama Cool die stapt zo dadelijk weer uit. En als ze uit is gestapt, krijg ik een ander kenteken. Ik zet hem in de MOC. Ik rijd hem weer naar buiten. Mama Cool stapt in de auto. Die rijdt hem weer weg. Ik vraag een Fergio aan. Ik loop weer naar binnen. Dit is gewoon de hele tijd. Pop, 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 pam. Lekker, man. Lekker. Hey, deze glitch bestond er al veel en veel vaker. Maar ja, hij is er weer. Ja, dit is de nieuwe methode. Het glitch-out raken van de vriend. Dat is eigenlijk wat er steeds verandert aan deze glitch. Maar de stappen daarna met die Fergio aanvragen. Ach, dat blijft steeds hetzelfde. En velen van jullie kennen deze glitch al. Dus dit is lekker, man. Dus autootje naar buiten. Dan rijdt ze hem weg. Fergiootje aanvragen. Naar binnen lopen. Als je binnen bent, rij je auto naar buiten. Als je buiten bent, stap zij uit je auto. Jouw kenteken verandert. Je rijdt in je MOC. En dit is je duplicatie. Lekker, lekker man, lekker. Oh, wat is het romantisch, mama, hè? Hier zo met zonsondergang hier in Los Santos. Ja, wij hebben het echt gewoon heel goed samen. Maar nu gaan we even naar Betty. Zullen we even, ja, nou ja, dat hoeven de kijkers ook niet allemaal te weten. Oké, we gaan even laten zien. De mechanic is hier zo. De mechanic even bellen. Ik zal even laten zien. Al die Fergiootjes die stonden in Eclipse Tower 5. En daar zie je het. De gratis Elegy staat er nu, hè. En er staan, even kijken, eronder 2 Future Shock Issies. En er staat er ook nog eentje in de MOC. Dus ik heb nu 3 auto's gedupliceerd. De originele auto die staat, en dat hebben jullie al gezien, die staat gewoon nog hier in de nachtclub. Hoe heet het? Nee, hoor bijna ook. In de Casino Penthouse Garage. Even kijken, Future Shock Issies. Daar staat het origineel. Die blijft daar gewoon staan. Lekker man. Hey, dit is de mega snelle duplicatieglitch. Vind elkaar hier beneden in de comments. Of join de Daddy Cool NL community met inmiddels 14.000 leden. Welkom, welkom, welkom. Daddy Cool en Mama Cool signing out. Till next time. Thank you, Daddy.